Ik ben Nathalie van Onakker. Ik ben docent in de opleiding Commercieel Administratief Bediende. De opleiding Commercieel Administratief Bediende, het zegt het eigenlijk zelf, er zijn twee luiken. Een stukje commercieel, waarin dat wij voornamelijk verkoopstrainingen geven, maar ook hoe pak je iets commercieel aan, hoe stuur je een commerciële mail, hoe ga je eigenlijk correct met die klanten om. Het andere stuk is administratief en daar zien de cursussen eigenlijk het volledige administratieve pakket, zoals we dat ook gaan zien op de werkvloer. We beginnen altijd vanuit een basis, maar van daaruit gaan we proberen zo praktijkgericht mogelijk te werken en gaan we de cursisten oefening laten maken, rollenspel laten doen en proberen we eigenlijk zo'n echte werksfeer volledig na te bootsen. De meeste cursisten worden aangetrokken door het administratieve luik en zijn dan eigenlijk heel verrast als ze merken dat dat commerciële eigenlijk ook wel heel erg leuk is en het eigenlijk ook wel heel erg ligt. Onze cursisten zijn uitgestroomd eigenlijk naar alle sectoren. Er zijn mensen die te werk gesteld zijn in ziekenhuizen, gemeentehuizen, bedrijven, scholen. Eigenlijk overal kan een goede cursist wel een werkplek vinden. Heel veel van onze cursisten hebben reeds een administratieve of soortgelijke opleiding gedaan op secundair niveau. Anderen hebben nog wat omzwervingen gedaan langs andere opleidingen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want we beginnen met een basis die voor iedereen haalbaar is. Wat de meeste cursisten wel heel erg leuk vinden in het jaar is het opstarten van de leeronderneming. In de leeronderneming gaan ze een eigen bedrijf opstarten en gaan ze alle aspecten van het werkelijke leven tegenkomen. Het commerciële en het administratieve. En uiteindelijk de kers op de taart is de winst die verdeeld wordt.